Selamat malam, saudara-saudara, dames en heren, goedenavond en van harte welkom hier in de Rotterdamse Schouwburg voor een nu al historische avond, een bijzondere avond, omdat we vanavond getuigen zullen zijn van alweer de 40ste voorstelling. Jawel, de 40ste voorstelling van het geheim van de Brothers Timisela. Het is ooit begonnen op 28 november 2014, toen de twee broers een voorstelling deden in Utrecht. En toen hadden ze louter de ambitie om dat maar een keer of vijf te doen. Nou, niets bleek minder waar. Het zijn er inmiddels 40. En er hebben ruim 17.500 mensen deze voorstelling bekeken. Waarvan een redelijk aantal meer dan twee keer. En ik heb me laten vertellen dat er zelfs bezoekers zijn die de voorstelling wel 7 keer bezocht hebben. Ja, dat waren Molukkers. Die vrijwel nooit in dat theater kwamen. En nu uiteindelijk dan toch de weg naar het theater weten te vinden. Een bijzondere avond vanavond. Een avond ook waarbij begrippen als liefde en hot per domenau nog meer in zwang zullen gaan raken en de Nederlandse taal daarmee zullen gaan verrijken. U kunt t-shirts met die begrippen beneden in de foyer verkrijgen. Van deze laatste voorstelling wordt ook een dvd opname, registratie samengesteld. Als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u na afloop intekenen, zodat de dvd uiteindelijk binnen afzienbare tijd bij u thuis bezorgd wordt. We hebben voor de gebroeders Timisela ook een aantal bijzondere gasten vanavond hier in Rotterdam. In de eerste plaats is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Van harte welkom, meneer Plasterk. En een politica en zijn partijgenoten die in de afgelopen jaren zich uitermate sterk gemaakt heeft voor diverse Molukse belangen. En ook de gebroeders Timisela een warm hart toedraagt, is natuurlijk het Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Grace ten Ammal. Tegelijkertijd zijn hier ook aanwezig prominenten uit de Molukse gemeenschap, zoals daar is Giovanni van Bronckhorst met zijn familie. Alsjeblieft, Joe. Daar zitten, in dat gejoel, Joe, zitten ook Amsterdammers. Andere prominente gast die wat mij betreft een minstens zo warm onthaal mag hebben, is Danny Landsaat met zijn partner. Zoals ik zei, nu al bij voorbaat een historische avond. Een avond waarbij we op een trip meegenomen worden door de gebroeders Timisela. Dwars door hun leven, terugblikkend, maar vooral vooruitkijkend. Als u wil gaan twitteren of iets op Instagram wil gaan plaatsen, gebruikt u dan alsjeblieft de hashtag liepde. Dat is dus L-I-E-P-D. Matikwe. Niet Matikwe, hè? Niet Matikwe. Oké, we spreken elkaar straks. Maar een warm onthaal wil ik van u vragen voor Henry en Joshua Timisela. Hier zijn ze met het geheim van de Brothers Timisela.